Ik zet eventjes nog mijn gsm op stil. En ik was dat vergeten. En ik wou ook deze video in stilte beginnen. Want met alle hectiek in de wereld is stilte misschien wel een van de belangrijkste zaken waar we nu nodig hebben. Nu, voor de video van vandaag wou ik het eens over een andere boeg gooien. Op een andere manier gaan aanpakken. Want er zijn een aantal stukken, heel veel vragen die meermaals gesteld worden door verschillende personen. En de laatste dagen en weken ben ik geleid om die vragen te noteren en bij te houden. De bedoeling was om per vraag een video te maken, maar de inhoud is er niet altijd lang genoeg voor. Dus merkte ik dat ik eigenlijk die mag gaan groeperen volgens het thema. Dus er zullen nog dergelijke video's komen zoals deze, die dan meer gericht zijn op bijvoorbeeld seksuele alchemie of de verbinding en seksualiteit. Andere echt gericht op het proces en de connectie van tweelingvlammen bijvoorbeeld. En deze video vandaag gaat eigenlijk wat algemener over bewustwording, wat algemener over de processen waar dat we doorheen gaan. En eigenlijk over het ascensieproces, niet alleen van de aarde, maar eigenlijk ook van elke mens die daar nu mee bezig is, die daarvoor ingetekend heeft op dat programma. En het is eigenlijk naar aanleiding daarvan, van de verschillende processen waar dat mijn klanten, familie, vrienden, omstanders doorheen gaan, dat ik vandaag drie vragen eigenlijk wel gaan bespreken met jullie, meer uitleg wel gaan geven. Dus moest het zijn dat je zelf vragen hebt, waar je graag een antwoord op wilt krijgen, dan mag je mij altijd natuurlijk een mail sturen. Dat kan heel eenvoudig via de website www.schoolvoorascensie.be. Ga je naar de contactpagina en dan ontvang ik daar een mail van. En dan neem ik je vraag mee in een video natuurlijk. Vooraleer dat we aan de vragen toe gaan, wil ik ook nog aangeven als je zelf voelt dat je klaar bent om meer te gaan leren over het leven vanuit het hoger bewustzijn of over manifestatie of wat dan ook. Weet dan dat er ondertussen verschillende producten en diensten en trajecten beschikbaar zijn via mijn website. Ondertussen zijn er ook heel veel dat je eigenlijk volledig individueel online op jouw tempo kan gaan doen. Oh, ik zie een telefoon uit Frankrijk. Dat gaan we dus nog niet opnemen. Jullie komen eerst. Dus daar kan je dan gaan kijken. Dus kijk op de website wat dat je het meeste aanspreekt, wat het meeste aansluit bij waar dat je staat in het proces, in jouw proces nu. Heb je totaal geen idee waar dat je moet beginnen, dan kan ik eigenlijk enkel maar alleen het boek aanraden dat ik geschreven heb en die vorig jaar ondertussen uit verschenen is. Dat is 96 vlammen. 96 vlammen gaat over, niet alleen over tweelingvlammen, maar over de vlammen, de universele vlammen. Dat zijn energieën die beschikbaar gesteld worden hier op aarde, zodanig dat iedereen eigenlijk een heel eenvoudig hulpmiddel krijgt om je eigen ontwikkeling in handen te nemen en te gaan versnellen zelfs. Zodanig dat je eigenlijk doorheen je transformatie gaat, maar een transformatie die aangepast is aan de tijd van nu. Dus dat je niet meer afhankelijk bent van anderen voor jouw healing, voor dingen te manifesteren, om dingen te verschuiven, om dingen te transmuteren. En dat zijn dingen waar ik over spreek in het boek, wil je onmiddellijk al ermee aan de slag gaan en echt leren hoe dat die transmissies gebeuren, hoe dat die vlammen gaan werken, dan raad ik jou aan om direct zelfrealisatie vanuit de hartgedragen bewustzijn te gaan volgen. Dat is gedurende 9 weken dat je dan daarmee leert aan de slag gaan. Je gaat ook doorheen verschillende inwijdingen, ontvangt verschillende lessen, dus vragen. En ik ben er natuurlijk ook altijd om je op weg te helpen als er dingen niet duidelijk zijn. Maar dus als je echt of als je het gevoel hebt dat je niet de middelen hebt, niet de tijd hebt om te investeren in jezelf, alsjeblieft, schaf dan gewoon het boek aan. Zelf heb ik daar niet veel aan. Ik krijg misschien 2 euro per boek of zoiets. En meestal gebruik ik die dan om weer nieuwe boeken aan te schaffen om door te geven bij aan klanten, aan vrienden, aan kennissen of als ik een weggeefactie doe. Waarom? Omdat eigenlijk de bedoeling is dat zoveel mogelijk mensen. En ik word er heel emotioneel van, maar zoveel mogelijk mensen
geholpen worden. Dat ze klaar zijn om in die vrijheid te stappen. Maar ik weet ook, en ik merk het ook bij heel veel klanten nu in de sessies de laatste weken, dat vraagt heel veel van jou, ook van mij. Jouw eigen leven vormgeven als een meester. En dan zijn we onmiddellijk bij de eerste vraag eigenlijk. Ik spreek vaak over meesterschap. En een van de mensen die met mij samenwerkt, die vroeg van, ja, is meesterschap iets dat velen onder ons al beheersen? En mijn antwoord was nee. Want velen, de meeste nog, van de mensen manifesteren heel onbewust. Waardoor dat de zaken dat ze dan gaan creëren en gaan vormgeven ook heel snel gaan afbrokkelen. Omdat het niet in afstemming is met hun ziel. Of omdat ze bijvoorbeeld nog steeds in een verkeerde relatie zitten. Of die relatie hun, de lessen heeft gediend. Dus het nut heeft gehad. Dus wordt afgebroken. En dat is ook zien dat dit jaar meer en meer gaat gebeuren. Dat echt duidelijk gaat getoond worden van wat dat er niet meer in lijn is met onvoorwaardelijke liefde. Wat dat niet in lijn is met eenheid en met die hogere energieën van dat hogere bewustzijn. En dat enkel maar alleen om ons constant nog verder en verder te bekwamen in het meesterschap zijnde. Dus in het meester zijn. En dat betekent dat je dan meester bent over je realiteit, meester over je leven. Dat je via je bewuste intenties dingen gaat gaan neerzetten en gaan creëren, gaan manifesteren. Maar dat vraagt natuurlijk dat niet alleen je fysieke lichaam zuiverder en krachtiger wordt, want het is via ook dat je magnetisch veld dat je dingen aantrekt en creëert in jouw wereld, maar in eerste instantie in energie, maar ook je mentale lichaam en je emotionele lichaam. En net vaak daar zitten de stukken waar dat we nog onszelf vastzetten, waar dat we nog denken, of er eigenlijk gewoon van uitgaan dat een iets zo moet gaan gebeuren, want het is al eeuwenlang zo. Maar daarom hoeft dat niet zo te zijn. Of vanuit gekwetstheden dat we onszelf constant gaan saboteren. Dat zijn de zaken, de twee zaken waar ik met de mensen die één op één met mij samenwerken het meeste rond werk of het meeste werk te doen heb, het meeste rond te transformeren heb. Dat zijn de overtuigingen die we hebben, dus alles van mentale gedachten, visies, verwachtingen en dan anderzijds het emotionele. Leren begrijpen wat die emoties echt willen zeggen. Leren om je emoties als een barometer, als een GPS te gebruiken op je pad. En dan, hoe meer dat je daar bekwamer in bent, hoe beter dat je daarin wordt, hoe gemakkelijker dat het is om die signalen van je lichaam, van je ziel, van je eigen energie eigenlijk op te pikken en voor jou te gaan gebruiken. En niet meer langer tegen jou. Zodat je jezelf niet meer saboteert. En aan de aanleiding daarvan kwam dan ook de vraag van, ja, is het niet zo dat hoe meer je opruimt, dus dingen uitzuivert, hoe meer je eigenlijk sommige dingen gewoon ook gaat gaan verdringen? Nu, ik begreep van waar dat vandaan komt, omdat inderdaad, als je opruimt, zou je kunnen zeggen van ja, ik duw het weg, ik stop het weg of wat dan ook. Maar dat is eigenlijk net niet de bedoeling van opruimen, want je verdringt het niet. Wanneer je het verdringt, dan is het wanneer je het wegstopt, wanneer je het niet herkent en wanneer je het wegdoet. Dus bijvoorbeeld een emotie die je hebt en dat je gewoon zegt van nee, ik mag niet boos worden of ik mag niet verdrietig zijn en je duwt het weg, je laat het niet toe. Dan verdring je echt wel die dingen die moeten aangekeken worden. En door er niet naar te kijken, verdring je het dus. Ruim je het niet op, je duwt het gewoon weg. Je doet alsof het er niet is. Maar opruimen en echt transformeren, uitzuiveren, dat is het aankijken. En het transformeren om het dan volledig los te laten. En eigenlijk ook een stukje gewoon te aanvaarden en te berusten in de situatie waarin je nu zit. Want tegelijkertijd is het belangrijk om mee te geven dat je situatie nu, of dat nu je bankrekening is, of de relatie waar je in zit, of het huis waar je woont, of het werk waar je hebt, dat is het resultaat van vorige keuzes, van je verleden. Niet je toekomst. Dus wanneer je in het nu, want daar ligt altijd je kracht, wanneer je in het nu andere keuzes gaat leren maken, je focus gaat gaan verleggen op de dingen die wel goed gaan, die wel stromen, waar je wel passie en gepassioneerd over voelt, waar je wel liefde voelt, dan ga je merken dat je soms heel snel dingen manifesteert en aantrekt. En inderdaad ziet dat jouw leven aan het verschuiven en aan het veranderen is. Maar verandering is lastig. Verandering is niet leuk, want we weten niet waar dat het heen gaat. En zeker als je als pionier of een wayshower of een lichtwerker op het pad loopt, dan zijn er nog heel weinig mensen die je vooraf gegaan zijn. En dan, dat is ook iets wat ik deze week ook in een sessie met iemand anders erover gehad was van,
Wanneer dat je inderdaad verantwoordelijkheid gaat nemen voor jouw leven en in die meesterweld stappen en dat echt wel ook gaan vormgeven in je leven, dan betekent dat tegelijkertijd ook dat je elke verantwoordelijkheid op jou moet nemen voor alles die niet goed gaat in jouw leven. Want je kan niet meer zeggen van, ah, al die dingen hier, om het een heel stom voorbeeld te geven, die verkeersboete, dat is niet mijn schuld, dat is de schuld van de staat, dat is de schuld van da-da-da-da-da. Nee, uiteindelijk is dat iets omdat jij en jouw energie niet volledig in balans was, waardoor dat je die verkeersboete hebt aangetrokken en gemanifesteerd. Wanneer dat ik een verkeersboete heb, bijvoorbeeld om te snel te rijden, dan is dat vaak omdat ik eigenlijk op dat moment veel te veel in mijn hoofd zit en niet in het nu. Dus niet volledig in het nu. Waardoor dat ik eigenlijk mezelf laat weer opjagen door die 3D-dingen, door dingen zoals tijd en zo meer. Terwijl, wanneer dat ik het in meesters zet daar rond, en dus veel meer in balans ben in mijn energie, dan heb ik de kracht om de tijd te buigen en de realiteit neer te zetten dat ik wel op tijd er ga zijn. Dat het verkeer vlot gaat en zo maar meer, zo verder. En je snapt wat ik bedoel. Dus alles in je omgeving, wanneer dat je zegt en je toewijdt aan het feit van oké, ik wil een meester worden, dan betekent dat automatisch dat je moet verantwoordelijkheid nemen voor alles die verkeerd gaat in je leven. Echt alles. En dat maakt dat jammer genoeg heel veel mensen nog niet die stap zetten naar het volledig bewust worden, naar het omarmen van het volledige transformatieproces. Maar het nadeel is, het universum ga je zodanig ver pushen en duwen en blijven uitdagen totdat je uiteindelijk gaat zeggen van I give up, ik geef over, ik geef me over. Oké, toon me nu wat dat ik mag doen. Of dat ik het net niet meer moet doen. Toen ik eind januari ziek werd, dan werd het mij onmiddellijk heel duidelijk waarom dat ik eigenlijk gemanifesteerd had om volledig stopgezet te worden, om volledig in overgave te gaan. Net omdat er mij getoond zou worden hoe dat universum nog werkt. Het is niet omdat ik geen video's opneem of omdat ik geen sessies kan doen, dat het universum niet meer kan ervoor zorgen dat ik dingen ontvang. Want ook daar hebben we heel veel beperkende overtuigingen. We denken dat geld enkel maar en alleen via een loon bijvoorbeeld kan komen. Maar er zijn oneindig veel mogelijkheden waarom dat universum geld en overvloed naar je toe kan brengen. Maar jij moet het toelaten en jij moet eigenlijk een stukje wegstappen ervan, het stuurcontrole loslaten, dus toch dieper in die overgave gaan. En wanneer je denkt dat je in die overgave zit, nog dieper in die overgave gaan. En echt gewoon achterover gaan. En dat is het punt waarop dat ik dit weekend niet, begin deze maand ook gezegd heb van het universum, van kijk, oké. Toon mij de magie. Toon mij hoe dat het werkt. Toon mij wat ik nog niet volledig zie. En net dat stuk, op dat moment, dan merk je dat er weer heel veel magische dingen gebeuren. Heel veel krachtige dingen gebeuren. Mensen die een hele lange tijd weerstand hadden om in bepaalde trajecten te stappen, om in bepaalde groei te stappen, die plots zeggen van ja, oké, ik ga het doen. Maar het vraagt altijd om weg te stappen, om die controle los te laten en gewoon te vertrouwen op die natuurlijke flow. Een andere vraag, die er misschien een beetje wat los van staat, maar die natuurlijk ook heel hard te maken heeft met werken met de universele vlammen, is dus iets wat ik aanleer aan iedereen die met mij samenwerkt, is van wanneer je door geen transformaties gaat, wanneer je problemen hebt, of als het een fysiek, mentaal, emotioneel, wat dan ook is, of is het gewoon dat je een drukke periode tegemoet gaat en echt wel uitgeslapen bent en jezelf wil er wel opladen, dan kan je ervoor vragen om eigenlijk voordat je gaat gaan slapen, dat kan je even goed ook doen, bijvoorbeeld in de namiddag, wanneer je een kort middagdutje wil gaan doen. Dan kan je vragen om naar de kristallenheelkamer te gaan. Dat is eigenlijk een ruimte volledig omgeven door kristal. Ik kan geen kleur geven, want afhankelijk van wat je nodig hebt, ga je naar een andere kristallenheelkamer. En dat is verbonden met de universele vlammen. En dus je kan je vragen, als je ziek bent, of als je moe bent, of als er iets anders is waar je doorheen gaat, dan kan je dus vragen om naar de kristallenheelkamer te gaan. Dat kan zijn voor een extra healing, dat kan voor een verjonging van je cellen zijn, dat kan voor meer moed, dat kan voor inzichten, wat dat ook maar is. En eigenlijk hoef je zelf ook niet te zeggen waarvoor dat is. Wanneer jij vraagt en intentie neerzet voordat je dan gaat slapen, of voordat je dan gaat rusten,
dan gaat dat gebeuren. Wanneer dat je dat doet voor wanneer je gaat rusten, dan moet je zeker 20 tot 30 minuten ook de tijd nemen om gewoon in rust te blijven liggen. Want dat geeft jouw ziel de kans om inderdaad astraal te reizen naar de kristallen heelkamer, daar de energie en de voeding te krijgen die nodig is om weer verder te gaan. Ik doe het vaak wanneer in drukke periodes en als ik bijvoorbeeld verschillende sessies op een dag heb. Tussen de sessies heen door zorg ik altijd dat ik mensen een half uur tijd heb, zodanig dat ik daarvan ook de tijd kan gebruiken om inderdaad naar de kristallen geelkamer te gaan en mezelf eigenlijk weer op te laden. Dat en zoveel meer, dus het werken met die universele vlammen en hoe dat je die kan gebruiken in, doorheen alles wat je in je leven meemaakt en mee geconfronteerd wordt. Dat zijn dingen die ik leer, waar ik natuurlijk over een stuk over spreek al in het boek 96 Vlammen. Dus je leert daar ook heel veel over relaties en over connectie met tweelingvlammen. Daar staan ook heel veel vragen in. Er staan ook al een aantal transmissies in. Die transmissies vind je niet allemaal, denk ik, maar vind je ook een aantal van terug op mijn YouTube-kanaal hier onder Transmissies met de Universele Vlammen, als ik het goed voor heb in zijn playlist. Waarom? Omdat het belangrijk is dat zoveel mogelijk mensen leren en weten dat die universele vlammen er zijn. Het is zo'n krachtige tool, want dat gaat zo snel, veel sneller dan Shambhala, veel sneller dan Reiki. En het is zo eenvoudig om te gebruiken. Want het is enkel maar jouw intentie, het neerzetten, vragen en laten ontstaan. Dus als je dat wil leren, dan nodig ik jou zeker uit in het traject zelfrealisatie vanuit je hart, gedrag en bewustzijn. Zoals je misschien weet uit vorige video's heb ik daar iets veranderd, zodanig dat niet alleen het groepstraject is, maar dat je het ook als met extra individuele sessies kan gaan volgen, zodanig dat je echt ook daar via die informatie daar en via dan de aanvulling van de individuele sessies echt ten volle en all the way kan gaan in jouw transformatie. Zo, dat was voor nu. Ik hoop dat jullie er iets aan gehad hebben. Ik ga er eigenlijk vanuit dat jullie degene die het nodig heeft deze video vindt. Want het zo is hoe dat de universele wetten werken. Mocht je zelf vragen hebben, mocht je hulp nodig hebben, je weet me te vinden. En dan zie ik je misschien in het weekend of in de loop van volgende week. We zien wel wat er meer mag komen. Dag!